Ja, wat wilt u? Ja, het is niet de vraag wat ik wil, wat jij wil. Nou, ik zal het vertellen. Ik zie al die mannen op Facebook en op internet, die zijn allemaal zo gestoord van vissen. Die moeten per se gaan vissen. Dus ik denk, ja, weet je, ik ben op zoek naar vloeibaar water. Vloeibaar water? Ja. En ik zit nu eigenlijk te wachten totdat er hier een wak verschijnt. Want ik zie altijd, als die mannen bezig zijn, dan zie ik hier altijd ijzer. Kijk, ik heb ook een hengel geprepareerd. Ik heb een hengel geprepareerd speciaal voor het vloeibaar watervissen. Kijk, ik had nog een hengel die gebroken was. Zijn de heren op internet ook getuigen van geweest toen dat gebeurde. Ik denk, ik maak daar wel een dode vishengel van. Hier komt hij, hoor. Ik vang nog wat op. Kijk eens, wat een actie. Ja. Maar Bas, wat wij wel kunnen doen. Er gaat een visdag. Maar? Ik heb nog wat voor jou. Jouke heeft altijd een reservehengel. Een reserveplan. Ik ga hem even weer opnieuw prepareren. Ben jij nou niet bang dat je oog bevroren raakt? Ja, dat weet ik niet. Dat gaan we zo wel even zien. Even de super Dyneema knoop. Zoals je ziet. Wel koude hand hoor. Gaan we weer. Ah. Ah. Zo. Ik ga eens even kijken waar het aas ligt. Kijk. Dan zeggen ze altijd dat je actie moet geven aan het aas. Dus dat doe ik maar even. Zie je hem bewegen? Maar er komt nog geen stoep boven. Maar goed. Hoe zit het nou met het bevriezen van die top? Ja, die... Nou ja, je hebt net gezien dat mijn hengel die brak. Maar goed, Jouk heeft altijd een plan achter de hand. Dus hij had ook een nieuwe hengel meegenomen. Die heb ik geprepareerd. Dus ik ga weer lekker ijsvissen. Eens even kijken wat voor hengel dat is, hoor. Zo. Holy shit. Speciale ijshengel. Dat is wel heel bijzonder, hè? Ja, yeah. Maar goed. Ik geloof dat mijn topoog een beetje aan het dichtvriezen is. Dus ik denk dat ik hem even ga verwarmen. Ik heb een speciale techniek. Hè? Volgens mij werkt het niet zo goed, Jouke. Nou, ik denk dat ik maar weer verder moet gaan zoeken naar een goede plek, want het gaat hem niet worden dit. Jongen, hoef ik het ijs op ook natuurlijk. Ik ben bang dat ik er doorheen zak. Goeiedag meneer. Goeiedag. Ik ben visser. Ja. Ik zie op internet allerlei mensen, zie ik dikke vissen vangen. Maar mij lukt het niet. Ik zoek vloeibaar water. Kan u mij helpen? Ja, dat hebben wij. Ja? Ja. Mag ik binnenkomen dan? Ja. Als je je... Schoenen dit uitdoen zeker? Ja. Anders zit ik hier te dweilen. Dat is ook al eerder vertoond op internet. Moeten we wel even nog een stukje lopen, dus... Oké. Okay. Het ziet er niet echt uit als een sloot. Nou, loopt u maar mee. Ja? U zoekt vloeibaar water. Hallo. Nou, ik ben benieuwd. Nou, dat zal ik u vertellen. Moet u eens kijken wat wij hier hebben. Oké. Okay. Nou. Wel heel apart slootje is dit. Dat is wel... maar u zoekt vloeibaar water. Ja. Gaan we nu gaan gebeuren? Geen idee. Ja, ik heb het wel het voordeel is, dat hij wel lekker warm. U moet wel wat actie in het kunstaas brengen.
Voor mij ben ik beet. Ja. Ja. Ah. Ja. Ja. Jeetje, kreetje. Oh. Wat een drill, gek. Ongelooflijk. Ongelooflijk, wat een drill. Maar dat vlammetje zet ik niet meer aan. Dat is dat werkt niet. Jouw idee is wel leuk, alleen de uitvoering niet. Ja. Wie gaat hier nou mee vissen? Nou ja, kijk. Hij is toch wel te grazen genomen door de snoep net hoor. Hier in de slootje, zie je dat? Ik zie het. Heavy shit. Nou goed.